de laatste beurs onder uw bewind, om het zo maar even te zeggen, is voorbij. Dat klopt. Dat klopt. Eind van het jaar ga ik het sokje overgeven aan Frans-Peter Degering, die 1 januari volgend jaar begint. In hoeverre verschilt die van u als persoon? Nou, hij verschilt sowieso bijna 25 jaar in leeftijd. Dus dat, hij heeft veel meer verstand van alle hulpmiddelen die er in dit digitale tijdperk allemaal voorhanden zijn. Daar probeer ik bij te houden, maar dat verandert bijna wekelijks. Dus dat trek ik niet meer. En door het leeftijdsverschil waarschijnlijk ook iets meer uithoudingsvermogen. Want het vergt nogal wat, zeker tijdens een beurs. Vroege dagen, vroeg op, laat naar bed. Dat heb ik altijd met veel plezier gedaan. 30 jaar in dit vak gewerkt en ik doe het nog met veel plezier. En de benadering zal meer eigen tijds zijn waarschijnlijk. De hulp die hij heeft vanuit de markt is ook een gloednieuw bestuur. Er is een nieuwe voorzitter 1 juli dit jaar begonnen. Ewald van Vliet, huidige burgemeester van Lansingerland. Die ook wethouder is geweest in het Westland een aantal jaren. En niet alleen vanuit de bestuurlijke kant de zaak bekijkt, maar ook vanuit de tuinbouwkant zijn sporen heeft verdiend. Omdat hij exact weet wat die bedrijven in zijn huidige gemeente en vorige gemeente allemaal aan het doen waren. En ook daar vanuit het bestuur dus een extra stimulans kan geven. En een sturing naar de nieuwe directeur om wat er leeft in die tuinbouw, om dat om te zetten naar die tentoonstelling. Zodat die tentoonstelling echt een goede vertaalslag is van wat er in de werkelijkheid in de markt gebeurt. Een frisse leiding, frisse beurs ook volgend jaar? Ja, absoluut. Absoluut. Voor mij staat het als een paal boven water. Versnippering leidt alleen maar tot armoede. Het is een eeuwenoud principe dat je als marktplaats toch een beetje met elkaar moet afspreken wanneer je waar, op welke plek je je waren moet laten zien. Er is geen markt en dat hadden ze vroeger bij de veemarkten en de kaasmarkten en de vismarkten en de jaarmarkten al lang door. Maar wij in Nederland zijn zo clever dat we een aparte beurs voor de bloemisten, een aparte beurs voor de boomkwekerij, een aparte beurs voor de hoveniers, you name it. En als ik dan met een heel jaloers oog kijk naar mijn collega's in Essen, waar al die disciplines onder één dak tegelijkertijd staan, dan hebben die dat begrepen daar. Waar bent u het meest trots op? Nou, mijn team. Dat is een voor de hand liggende vraag. Zelfs een voetbaltrainer zal dat zeggen, want alleen kan je dat niet. En de betrokkenheid van de mensen in deze branche. No bullshit, geen dubbele agenda's. Mensen hebben vaak hun eigen onderneming. Het gaat dus over hun eigen geld. De lijnen zijn heel kort, er is geen gebakken lucht. En ben ik daar dan trots op, vraag je? Nee, daar ben ik trots dat ik in die omgeving heb mogen werken. En dat is een voorrecht geweest en dat zal ik blijven koesteren. En er is in al die jaren ongetwijfeld ook vast wel eens een keer iets geweest waar u misschien spijt van heeft gehad? Nou, niet van mijn huwelijk, want het is al 45 jaar. Je bedoelt op zakelijk terrein. Nou ja, spijt dat ik niet in de toekomst kan kijken. En niet in staat ben gebleken om de betrokkenen ervan te overtuigen van het marktprincipe wat ik net heb uitgelegd. En dat men toch naar alternatieven zoekt van open huizen en andere activiteiten in de Hortifairweek. Als ik u vertel dat een aantal hotels hier in Amsterdam vol zitten met bedrijven die hun agent uit heel de wereld hier naartoe halen tijdens Hortifair, maar hier dan geen stand nemen. Ja, dan heb ik spijt dat ik ze niet heb kunnen overtuigen dat vanuit loyaliteit je eigenlijk dan ook hier zou moeten zijn. Nou, en ik hoop echt dat dat inzicht komt. Een slotwoord wellicht aan uw opvolger? Nou, ik wens hem niet alleen veel succes, maar ik gun het ook dat hij dat succes gaat krijgen. Oké, dank u wel. Graag gedaan.